Ja, maar ja, winnen, winnen, winnen. Goh, zeg mama, is dat het enige spiet dat u heeft? Sint. Nee, normaal gezien niet. Ik moet u nog even een beweging kennen. En die moet ervoor zorgen dat al mijn pieten fit blijven om op de daken te lopen. Maar ik vind hem nergens. Hoe je vindt hem nergens? Maar zo gaan al die cadeautjes toch nooit op hun plaats geraken? Zo gaan de kindjes geen cadeautjes krijgen. En die kinderen hier van het tweede leerjaar hebben er dan ook voor gezorgd dat er allemaal cadeautjes zijn voor de armen. U kan uitdelen aan de arme kinderen. Maar wat moeten wij nu doen, Sint? Ik denk, wat dat je daar zegt, dat vind ik allemaal wel heel, heel, heel flink. Maar ik denk dat we allemaal te samen moeten roepen op die piet, hè? Op onze beweging. Ja, en die piet thuis met zijn spelletje? Dat is toch. En als het, misschien kunnen wij samen met de kinderen, luie Piet die daar zit met zijn spelletje te spelen, en proberen dat actief te maken. Gaan we dat proberen? Don't.
Mijn collega, ik heb het al daar straks een beetje verraden, een beetje gezegd, heeft bewezen dat zij ook samen knap zijn. Want nu wil ik toch maar eventjes, terwijl ze allemaal neerzitten, kunnen we het goed zien, wijven naar dat speelgoed daar. Al de kinderen van het tweede leerjaar, die hebben het speelgoed verzameld, zij niet meer gebruiken. En zij willen jullie dat meegeven, Sint en Pieter, zodat jullie dat kunnen geven aan de kinderen die niets hebben, aan de arme kinderen. Daar gaan we heel veel pietjes blij mee maken. Er staan hier nog twee knappe pieten naast mij. Knap in alle betekenissen, knap, want ze zijn mooi gekleed. En die willen nog iets vertellen. Oh, kijk, we gaan ons naast de Sint zitten. Zet u maar naast de Sint. Ja, en wie moet er beginnen? Ja, ik luister. Lieve Sint, nog vier keer slapen en dan is het eindelijk zover. Dan kom je bij ons, langs en wordt een wijkras met heel veel leuke dingen. Maar niet alle kindjes hebben evenveel geluk. Telkens wij de cd opzetten, worden wij geconfronteerd met beelden van oorlog, armoede en ellende. Ja, ik word er een beetje van droef van. En ook al zijn wij nog maar klein, toch willen wij alle kindjes die het minder goed hebben helpen. Daarom zijn wij deze week druk bezig geweest om speelgoed in te zamelen. Speelgoed waar wij te groot voor geworden zijn of toch niet meer mee spelen. Beste Sint, kan jij ervoor zorgen dat het goed terecht komt? Zeker weten. Amai, als dat niet lief gevraagd is, dan weet ik het ook niet hoor. Ik ben een klein beetje op troef nu. Ja, ik denk het. Dan gaan wij voor die kinderen een warm applaus geven. Ja. En een applausje voor jezelf, iedereen. Proficiat, goed gedaan.